Ik ben heel benieuwd naar, naar je boek. Ik heb het natuurlijk al gedeeltelijk ontvangen. Supermens. Moet hem nog wel helemaal lezen. Ik zal ook al zeggen, mijn wacht scant. Maar de stof is iets waar ik me wel veel mee bezig gehouden heb. En wat ik ook super interessant vind. Voordat we beginnen, vertel even kort wie je bent. En dan kun je misschien ook meteen de uitstapje maken naar waarom je een boek over dit onderwerp geschreven hebt. Ja, ik ben Peter Joosten, kom uit 1984 en ik ben opgegroeid in het noorden van Nederland en toen ben ik, dat is wel relevant voor het verhaal, ben ik bedrijfskunde gaan studeren in Groningen en journalistiek. Dus als mensen mij nu tegenkomen denken ze dat ik biologie of biomedische technologie of geneeskunde heb gedaan, maar allemaal niets van dat. Ik ben bedrijfskunde gaan doen en tijdens mijn studietijd altijd wel geïnteresseerd in websites en internettechnologie. En toen ik aan het werk ging als onderzoeker-adviseur, ben ik op een gegeven moment een blog begonnen over draagbare technologie. Dus wearables, stappentellers, sporthorloges. En dat is in eerste instantie was ik daar vooral in geïnteresseerd. Hoe kan je veel dingen meten? Dat wordt ook wel de quantified self genoemd. En op een gegeven moment is die interesse eigenlijk overgegaan in van, nou, leuk dat je allerlei dingen kan meten, maar wat kun je er nou mee? Van meten naar verbeteren. En toen ben ik daar meer over gaan schrijven. En eigenlijk al mijn experimenten, alle interviews die ik heb gehouden rondom dat verbeteren, wordt ook wel biohacking genoemd. Ja, alle mensen die ik me tegenkomen, alle verhalen, alle anekdotes, dat heb ik eigenlijk gebundeld in het boek Supermens. Wat dit de paperback is. Ik zal jou ook nog een paperback opsturen. Of ik weet niet, misschien ben je alleen maar van de e-books. Heel graag. Nee, ik vind e-books leuk. Ik vind het leuk om digitaal te lezen, maar dan als het iets vluchtigs is. Als ik even de tijd wil nemen, heb ik altijd het liefst iets wat ik gewoon vast kan houden en wat ergens ligt, zodat ik ook niet afgeleid word door alles wat er ook op de digitale sfeer gebeurt. Want de laptop aanzetten is Twitter aanzetten. Ja, precies. Dat is een beetje. Cool. En dus eigenlijk vanuit het interesse van, oké, we kunnen al die dingen meten, maar wat heeft het nou precies voor nut en wat kunnen we ermee? En daardoor ben je dus, daardoor heb je al die interviews en verhalen gemaakt en dat heb je gebundeld in het boek. Misschien even kort een samenvatting geven van waar het precies over gaat. Wat ik eigenlijk in het boek heb gedaan is, bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over technologieën die er eigenlijk op dit moment al zijn. Die worden gebruikt om patiënten te helpen. Maar eigenlijk een van mijn belangrijkste boodschappen in het boek is dat we, als we kijken naar het gebruik van medische technologie, dat we het heel vaak gebruiken om, in eerste instantie gaan we dat, we wetenschappers, bedrijven, die ontwikkelen dat om zieke mensen te helpen. Dus dat ze ongeveer weer hetzelfde kunnen zoals gezonde mensen. Mm-hmm. Wat we vaak zien, in ieder geval in de geschiedenis, is dat we dan, als dat voor patiënten werkt om hen daarbij te helpen, dat dan ook zogenaamde gezonde mensen dat soort technieken ook gaan gebruiken om zichzelf te willen verbeteren. Dus een voorbeeld, en dat schrijf ik over bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 van het boek, is plastische chirurgie. Mm. Dat is eerst ook ontwikkeld eigenlijk om patiënten te helpen. Sterker nog, tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een orthopedisch chirurg in Berlijn die eigenlijk dat gebruikte om in eerste instantie om Joodse jongetjes te helpen die een beetje bijvoorbeeld grote flaporen hadden. Flaporen hadden, ja. Kan je wel gebruiken? Ja, dat zeg ik helemaal niet. Maar om het inderdaad dichter bij het hoofd te doen. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog en toen heeft hij heel veel soldaten geholpen die zonder neus of zonder oren terugkwamen. Nou ja, tegenwoordig kun je er een discussie over hebben of het verbetering is of niet. Maar veel mensen doen plastische chirurgie om zichzelf te verbeteren. En dan schrijf ik ook over genetische modificatie, exoskeletten, protheses. Dat is zeg maar het eerste deel. En dan soms schrijf ik over mensen, patiënten die dat gebruiken. Dus ik heb ook een jongen geïnterviewd die een dwarslesie heeft en nu een exoskelet gebruikt om zichzelf te trainen. Mm. Maar af en toe schrijf ik ook over mensen die al aan dat verbeterkant zitten. Dus inderdaad, mensen die proberen van, kan ik genetische modificatie gebruiken om mezelf te verbeteren? En het eerste deel gaat daarover, dus dat is meer in het nu. En het tweede deel gaat over, meer richting, zou je kunnen zeggen, science fiction, meer transhumanistische ideeën van
cryogene suspensie, dus dat het je ingevroren wordt na je dood, mind uploading, hersenimplantaten om jezelf te koppelen aan het internet, dat is eigenlijk het tweede deel. En het derde deel, dat gaat meer over de risico's, de gevaren, de ethische discussies, ook de filosofie. Dus in aanloop naar dit gesprek heb ik ook naar jou een interview met Pieter Lemmens. Pieter Lemmens. Nice. Was je op mij vrij snel kwijt, moet ik zeggen. Ik moet zeggen dat ik dat niet raar vind. Dat is. Want als ik eraan terugdenk, denk ik, dat is eigenlijk best wel een heel zeer technisch gesprek. Maar misschien kunnen we kijken of we het nu, als het relevant is, iets concreter kunnen maken in wat daar besproken wordt. Ja, nou, ik vond het wel heel interessant gesprek, hoor. Het ging ook over, omdat er nog een... en dat is gelijk al een inhoudelijk punt. Ik schrijf over nieuwe technologie, maar wat ik grappig vind is dat er een heleboel oude typische menselijke dingen onder liggen. Dus ook dat we kunnen dan wel nadenken inderdaad over al die een beetje science fiction-achtige dingen, maar in de grondslag daarvan liggen nog wel hele menselijke emoties, ook al vragen waar filosofen al eeuwen over nadenken en debatteren van helpt het mij in het goede leven en wat is de relatie, hoe verhouden wij ons tot technologie? Dus dat vond ik zeker wel interessant. Ja. Ja. Dus één deel gaat over het nu, het tweede deel gaat over de toekomst, wat kunnen we verwachten, en het derde deel is een bespreking van die ethische vraagstuk. Is het goed wat we doen? Moeten we het wel gaan doen? Dat soort vragen ga ik vanuit. Exact. Ik denk dat het goed is als we dan ook stap voor stap die drie delen pakken en dan elke keer één ding pakken wat denk ik heel wat voor jou het meest interessant is. Dus wat voor technologie wordt nu gebruikt, wat eigenlijk super science fiction is, maar waar we misschien weinig van weten. Bijvoorbeeld CRISPR-Cas lijkt echt een soort van stille revolutie te worden, maar heel weinig daarvan krijgen we niet echt mee. Genetische modificatie, er zijn al, als het schijnt, twee genetisch gemodificeerde kinderen geboren in China. De vraag is, wat gaat dat doen? En dan in het derde inderdaad, moeten we dit eigenlijk wel doen? Moeten we eigenlijk wel meer technologieën ontwikkelen? Nou, hoe ik daarover denk, daar kunnen we denk ik straks over hebben. Maar wat is misschien nu iets wat echt, wat weinig mensen weten, wat echt een science fiction-achtig iets is? Die exoskeleton skelet vond ik wel interessant. Ja, even nadenken hoor. Ik pak hem er zelf nog even bij om het even scherp te hebben. Want in het eerste deel gaat het over het gebruik van data en sensoren, wat natuurlijk wel heel relevant is. Farmaceutische verbeteringen. Dus we hebben ook eerder contact gehad op Twitter. Ik weet dat jij daar ook wel een mening over hebt. De scenario's van Limitless, de film. Wat was er ook al? Ik kan me herinneren dat ik iets zei over... dat weet ik niet meer zo goed wat het precies was. Jij had wel je twijfels bij het effect van die nootropics. Dus nootropics, zijn dan, voor de mensen die luisteren of kijken, de meeste mensen kennen wel dat je supplementen slikt of medicatie hebt om je te helpen met je fysiek. Bijvoorbeeld anabole steroïden of proteïne, dat soort dingen, eiwitten. En natuurlijk voor je gezondheid. Wat zei je? Ritalin. Goed voorbeeld van een therapeutische drug wat... Voor door heel veel gezonde mensen, als je ADHD hebt ben je niet ongezond, maar door heel veel mensen zonder ADHD gebruikt wordt om scripties te schrijven of iets dergelijks. Dat is precies een voorbeeld van iets wat ontwikkeld wordt voor een bepaalde aandoening. En dan gaan er mensen die niet die diagnose hebben, die gaan het inderdaad gebruiken om zichzelf tijdelijk een edge te geven. Ja, ik had inderdaad mijn twijfels over nootropics. Ik heb namelijk met beide ervaring. Ik heb nootropics gebruikt, ik heb Ritalin gebruikt en dergelijke. Maar dat is dan de vraag die ik eigenlijk aan jou wil stellen. Is er wetenschappelijk onderbouwing voor nootropics? Niet zozeer dat ik weet. Echt, ik heb wel wat gelezen over studies, dubbelblind studies, waarin ze dan hebben gekeken van wat is het effect daarvan. Als ik voor mezelf spreek, merk ik wel effecten, maar dat is dan echt op hele specifieke taken. Dus ik heb wel een favoriete nootropic die ik dan neem om als ik beter aan mijn woorden wil komen. Ik moet zeggen dat ik hem nou niet heb genomen, dus alvast excuses. Oei. Wat, uh, w- ja,
Vertel wat meer, want daar ben ik wel benieuwd naar. Maar ik heb ook, vaak op Reddit gezeten waar je dan een nootropic stack hebt en dergelijke. Oh, dat je dan verschillende dingen gebruikt. Ik heb trouwens wel... Ja, het hangt ook natuurlijk op wat je ziet als nootropic. Ik heb namelijk ook wel eens een tijdje L-theanine en cafeïnepillen gebruikt tegelijkertijd. En daar merkte ik wel echt een verschil van, omdat ik van cafeïne redelijk jittery werd. En die L-theanine zou dat dan moeten balanceren. En dat werkte wel heel goed. Maar wat gebruik jij dan als nootropics? Dat is misschien wel goed voor... Verschillende dingen eigenlijk. En dat is... Ik ben daar niet heel hardcore in hoor. Dat ik elke dag eentje neem. Of dat ik heel specifiek weet voor... Dat ik inderdaad stacks doe. Dat doe ik eigenlijk ook niet. Maar ik gebruik Panuromix. Af en toe Mindscopic. En ook die smart caffeine die jij noemt. Dus... van Siltep uit mijn hoofd, dat is inderdaad, die hebben cafeïne en dat L-theanine, om dat allemaal weer met elkaar in balans te brengen. Mm-hmm. Maar een van de grote misvattingen, volgens mij ben jij het daar ook wel mee eens, is dat sommige mensen denken, misschien ook geïnspireerd door films zoals Limitless of Lucy, van dat je zo'n pil neemt en dat alles goed is. Maar wat mij betreft is het een soort van extraatje op het moment dat je al genoeg goed slaapt, goed eet, voldoende beweegt. En dan kan zo'n nootropic helpen. Maar als jij een slechte nacht hebt gehad en heel veel alcohol hebt gedronken en heel slecht hebt gegeten, ja, dan helpt zo'n nootropic. Ik denk dat het eerder kwaad kan dan dat het je iets oplevert. Ja. Ik denk dat je zeker gelijk hebt. Nu weet ik wel een beetje waarin dat over ging, die tweet inderdaad. Bij Lucy en bij Limit, ik weet niet of het bij Limit is het geval, maar je hebt vaak van die films waar dan een personage dan 100% van de breincapaciteit unlocked. Oh ja, ja. Dat was waar ik tegenaan zat. En dat is een urban mythe, toch? Ja, dat klopt helemaal. Het heeft iets van waarheid volgens mij. Maar ik weet niet precies hoe het zit. Maar het is niet zo dat je 100% van je brein kan unlocken. En dat dan inderdaad je super human powers hebt. Maar inderdaad, zulke dingen zijn supplementen. Net als koffie overigens trouwens. Ja. En als je niet genoeg drinkt, niet goed eet, niet genoeg slaapt. Niet genoeg natuur en beweging. In je leven ziet, dan heeft dat allemaal, kun je eigenlijk net zo goed dat niet doen en gewoon de simpele dingen doen. Ja. En dat is een van de, zeg maar, denk ik ook problemen die je hebt met wanneer zulke nootropics en dergelijke vermarkt worden. Omdat er is natuurlijk geen enkel bedrijf die gaat zeggen, zomaar eerst even dat je alle andere dingen op rij hebt, voordat je met mijn spullen aan de slag gaat. Iedereen zegt natuurlijk, mijn spullen gaan jou helpen en je hoeft er zelf verder niks meer aan te doen. Dus dat is een van de vormen waarop ook zoiets goeds als nootropics en überhaupt supplementen die je helpen verkeerd uit kan pakken. Doordat niet de incentive bestaat om mensen eerst de simpele dingen in het leven te laten doen die veel meer effect hebben. En dan pas de supplementen te gebruiken zal zijn. Je hebt zeker ook te maken met commerciële belangen. En dat komt ook wel vaker terug in mijn boek. Dat laat ik mezelf nemen. Een paar jaar geleden keek ik echt naar technologie in soort van in isolatie. Van deze technologie is er. En daar kan je dit mee doen of dat mee doen. Maar ik realiseer me steeds vaker dat het ook gewoon ontstaat in een context van ons huidige kapitalistische systeem. Je hebt ook nog, zeker bijvoorbeeld, je noemde het over CRISPR-Cas9, heb je ook een hele geopolitieke context natuurlijk. Oh ja? Ik heb er een tijdje geleden ook wetenschapper van de Wageningen Universiteit over gesproken, die ook betrokken was bij de vooronderzoeken die leidden tot de beroemde publicatie van Dauna en Chapmanchee en anderen in 2012 uit mijn hoofd, waar ze afgelopen najaar ook de van 2020 ook de Nobelprijs voor hebben gekregen. En waar zij zich in Wageningen wel momenteel druk om maken, is dat de wet en regelgeving in Europa een stuk beperkter is dan bijvoorbeeld in China of in Amerika. En dat je ook op het gebied van CRISPR-Cas en biotechnologie, dat geldt net zo goed voor kunstmatige intelligentie, wel een soort van wapenwedloop ziet tussen de twee grote wereldmachten. En dat vond ik ook wel interessant. Want je noemde net inderdaad de twee, eind 2018 zijn twee Chinese kindjes geboren, Lulu en Nana, die inderdaad in hun als embryo zijn genetisch gemodificeerd met CRISPR-Cas9. En wat ik heel grappig of opvallend vond,
is dat er wereldwijd heel veel ophef over ontstond. Ook wel terecht, denk ik hoor. Van bioethici tot politieke leiders, tot religieuze leiders, tot ook collega-wetenschappers in Amerika. Tot ik ook ergens een commentaar las van bij Harvard uit mijn hoofd, waren ze ook met soortgelijke experimenten bezig, maar dan dat ze volgens mij de spermacellen zouden aanpassen. Dus misschien speelt daar ook, zeg maar, wetenschappers zijn ook gewoon mensen. Speelt er ook jaloezie, afgunst, al dat soort dingen mee. Ja. Dus ik vind het steeds interessant om, ik vind dat heel moeilijk, hè, maar om altijd iets vanuit die wat bredere context van geopolitiek en de markt en dat soort dingen te bekijken. Ja, ik denk dat je dat voor elkaar zou kunnen krijgen om een helder beeld van al die factoren tegelijk te hebben, dat je dan veel meer te doen zou hebben dan deze podcast. Dat is natuurlijk een van de moeilijkste dingen. Misschien is het goed om even te vertellen wat CRISPR-Cas precies doet, want ik weet dat het te maken heeft met een enzym en dat het DNA knipt, maar veel meer dan dat weet ik er niet echt vanaf. Het is, je weet al best wel veel vanaf, moet ik zeggen. Laat ik beginnen door te zeggen dat het bewerken van DNA, dat al iets is wat we eigenlijk als mensen al best wel lang doen. Dus denk bijvoorbeeld aan het veredelen van planten of het fokken van bepaalde dierrassen, honden, dat soort dingen. Maar dat is altijd wel een beetje gokken. Als in van, nou, we gaan dat kruisen en dan kijken wat er uitkomt en welke kenmerken we dan hebben. En dan weet je het nog niet helemaal zeker. Dus dat duurt ook wel lang voordat je een bepaald resultaat hebt. Het heeft ook best wel lang geduurd voordat we wisten wat nou de drager was van die erfelijke informatie. Hoe kan het dat je ongeveer zo oud uitziet als een soort van mix van je ouders en iets meer van de een dan van de ander. Volgens mij was ook een van de Griekse filosofen die dacht ook dat er een soort van mini-mensje al in een spermacel van een man zou zitten. Dus dat de vrouw, zeg maar, alleen een soort van akker is waar dat dan groeit. Dus heel lang hadden we geen idee. Het klinkt als een heel Aristoteliaans idee. Maar ik weet het. Ja, volgens mij was het ook Aristoteles. Okay, beter in. Aristoteles vond ook dat vrouwen maar een half en niet compleet een man waren. Ah. Ja, dus daar begint het ellende. Ja, daar begint het inderdaad, ja. Ja, nee, dus, ja, heel lang wisten ze dat niet. En op een gegeven moment, volgens mij ongeveer tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook door betere kijktechnieken, microscopen, kwamen ze eigenlijk achter dat er dus van die moleculen in elke celkern zitten, helemaal opgerold. En toen in het begin dachten ze ook van, nou, wat is er nou voor iets? En toen kwamen ze dus op een gegeven moment achter die dubbele helix structuur met Crick en Watson en Franklin. Nou, en vanaf dat moment zijn ze ook gaan kijken van, toen kwamen ze eigenlijk achter van de kenmerken van een organisme. Dus dat kunnen bacteriën, planten, dieren, wij. Dat zit voor een groot deel eigenlijk in het DNA. Dat was als het ware de... Ja, als we het over biohacking hebben, noem ik dat het besturingssysteem van het leven. En vanaf dat moment zijn wetenschappers ook wel geïnteresseerd van, ja, kunnen we dat dan ook bewerken? En wat gebeurt er dan? En dat ging zeker in het begin vooral met chemicaliën of met straling. En dat duurde al nog best wel lang en dat is best wel een grove methode. Totdat zo rond... ik kom op CRISPR-Cas hoor, ik ben er bijna. Goede geschiedkundige vraagstelling is altijd goed. Zo rond, volgens mij rond 2000, toen kwam onder andere de onderzoeksgroep van John van der Oost in Wageningen. En ook anderen kwamen er eigenlijk achter. Ze zagen in bepaalde bacteriën uit het Yellowstone Park, zagen ze in de sequentie van die bacteriën een opmerkelijk patroon. Het was een sequentie die heel vaak terugkwam. En toen dachten ze van, dat is interessant. Wat bleek nou? Die bacteriën hadden als het ware een soort van foto gemaakt van de virussen die ze het meeste aanvallen. En dat is eigenlijk die sequentie. Dus op het moment dat dan een virus in die cel komt, dan is het, dat herken ik. En dan wordt er ook een enzym op afgestuurd om ze weer kapot te maken. En toen later kwamen Downa en Charpentier, eigenlijk voorbouwend op al dat andere onderzoek, erachter dat ze dat konden programmeren. Dus dat eigenlijk is een eeuwenoud principe, waarin die bacteriën gebruiken om zich te beschermen tegen virussen. Dus kwamen erachter dat ze dat konden programmeren, dat ze dat kunnen aanpassen. En heb je enig idee hoe ze daarachter zijn gekomen en hoe je een bacterie programmeert?
Dat weet ik niet. Nee, ik weet niet precies. Wat wel leuk was, ik heb toen die John van de Oost geïnterviewd van Wageningen. Mm-hmm. En die zat zeg maar in een onderzoek daarvoor. En ik stelde hem ook die vraag. En toen hadden ze dus in de genen, volgens mij ook met een soort van voorloper van CRISPR, hadden ze bepaalde algen of soort bacteriën aangepast. En toen kwamen ze de volgende dag terug op het lab. En toen was het inderdaad van kleur veranderd. Iets in die zin dat je dan denkt, hey, het werkt. Of hey, het is... Weer zo'n fonds waarvan we denken, oh, hier kunnen we wel mee, maar we weten niet precies wat we aan het doen zijn. Ja, ja. Ik heb ook ergens gelezen dat die, zeker in het begin, dat die Jennifer Doudna ook zoiets had gezegd van, dit was het meest merkwaardige vreemde waar ik ooit aan heb gewerkt. En nou ja, dan vind ik wel grappig dat ze daar dan nu wel de Nobelprijs voor heeft gewonnen. Ja. Je was CRISPR-Cas aan het uitleggen. En dus, was dat de uitleg? Of hoe komt er nog meer? Ja, ik zit even na te denken. Nee, ja, wat het grote verschil was ten opzichte van eerdere technologieën is dat het eigenlijk veel sneller, veel efficiënter en veel goedkoper is dan al die andere methoden. Dus vanaf dat moment kon je als het ware een soort van rocket fire onder dat soort wetenschappelijke onderzoeken doen, waarin je dus wil kijken van wat er gebeurt als ik dit gen aanpas. Dat kun je nu veel sneller, heeft een veel kortere doorlooptijd. Mm-hmm. Dus tegenwoordig is eigenlijk ook binnen zeg maar de biotechnologie is CRISPR-Cas gewoon de, zeg maar, hè, de methodiek. En ja, de implicaties die zijn echt gigantisch. En ik verbaas me er inderdaad over dat er ook weinig, relatief weinig over lees in de media. Want je kan je inderdaad voorstellen dat je gewassen kan modificeren. En dat je ze kan zorgen dat ze beter tegen droogte kunnen of tegen hitte of juist tegen heel veel regenval. In de gezondheidszorg, ik heb laatst ook weer een stuk gelezen in Nature waarin gerenommeerde artsen aan het woord komen en die zeggen van we kunnen ons eigenlijk ook geen toekomst van de zorg voorstellen zonder deze methodiek. Ja, en nog een stap verder is inderdaad richting mensverbetering en daar schrijf ik ook in mijn boek over. Maar ja, het verhaal in mijn boek zit daar een beetje tussenin. Misschien is het aardig als ik dat vertel. Ja. Het gaat over een man, Malachar Voryshek. Hij is adviseur in ICT-adviseur in California. En hij heeft eigenlijk, sinds hij jong is, kan hij eigenlijk niet in de zon. Dus op het moment dat hij in de zon komt, dan vormen zich misvormde vlekken. Er worden zeg maar melanomen, dus heeft hij kans op huidkanker. Dus hij draagt altijd een grote paraplu. En wat ik ook heel sneu vond, is dat hij tijdens zijn studententijd werkte die ook bij Denny's, zo'n fastfood restaurant. Ja. Maar werkte hij altijd in de graveyard shift, dus van 22:00 PM tot 6:00 AM. Maar hij wilde dat heel graag, want dan kon hij eigenlijk altijd in het donker reizen, dus had hij geen last van de zon. Dus kan je voorstellen dat natuurlijk zo'n impact op zijn leven gigantisch is. En dat hij misschien ook een soort van wanhopig is. Maar toen las hij in een publicatie dat wetenschappers van de Universiteit van Tokio, die hadden een klompje menselijke cellen, hadden ze aangepast met het DNA van een beerdiertje. En een beerdiertje is een heel klein diertje, die kan overleven in de diepste oceanen. En volgens mij kan dat zelfs in de ruimte overleven. Een soort van supersterke organisme. Maar heel klein, volgens mij kan je met het blote oog niet zien. Maar die kan dus heel goed tegen straling. Dus die wetenschappers, die hadden het klompje cellen, hadden ze aangepast met dat beerdiertje. En die kon dan ook 3 keer zoveel radioactieve straling aan dan de gewone menselijke cellen. En toen had die Malarak, die had dat dus gelezen en die heeft toen ook mails gestuurd naar die onderzoekers en naar allerlei biotechnologiebedrijven van hier ik ben een menselijk proefkonijn, ik wil alsjeblieft, pas mij aan, want ik kan dit niet meer, zeg maar, altijd met een paraplu buiten lopen. En dat vind ik heel interessant, want dat raakt natuurlijk allemaal ethische dingen. Dus kan zo iemand dat al inschatten? Moeten we dat wel toestaan? Ja. En hebben ze het gedaan? Nee, tot nu toe hebben ze het niet gedaan. Alleen met CRISPR-Cas9 is het wel zo dat je het bij wijze van thuis zou kunnen doen. Dus. Ja, ik dacht even dat het verhaal ging eindigen met ze hebben hem die cellen geïnfuseerd en hij kan nu gewoon buiten lopen. Nou ja, dat zou wel voor het verhaal wel tof zijn geweest. Maar dat is niet. Ik weet niet zo. Ja. Dat is interessant ook wat je zegt. Je zou het thuis kunnen doen. Dus in principe zou iedereen met CRISPR-Cas, met die methode thuis zijn eigen cellen kunnen, of zijn eigen DNA kunnen aanpassen.
Ja, het is nog wel lastig van, want wij bestaan uit 3,2 miljard. Nee, ik weet niet precies of ik. Nou, het heleboel cellen. Dus op het moment dat ik hier in mijn buik wat inspuit, omdat ik in mijn hoofd hersencellen wat wil aanpassen. Dat deel is nog lastig. Ja. Daarom zie je dat er in de zorg nu ook wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij leukemiepatiënten, om het bloed uit de patiënt te halen. En dan kun je daar die cellen aanpassen en dan weer in te brengen. Of er was laatst eentje. Dat ze achter in de oogkas bij de retina een bepaalde modificatie wilden doen. Nou, dat weet al specifieker waar ze moeten zijn. Maar ook het de CRISPR-Cas bij de juiste cel brengen, dat is nog wel een uitdaging. Ja. Alleen ja, je kan zelf met, ik heb het ook gedaan bij De Waag in Amsterdam. Dat is zo'n biolab, open biolab. Niet op mezelf hoor, maar op een bepaalde bacterie. En dat is ook wel, dat vind ik ook wel de mooie kant van biohacking, een soort van democratisering. Wat we eerder ook zagen met internet en computertechnologie. Want die biotechnologie die wordt ook steeds voor veel meer mensen beschikbaar. Dat heeft hele mooie kanten, want je kan er zelf mee aan de slag. Je kan zelf ervaren, proeven wat het is. Maar je hebt ook van die scenario's van kun je het ook inzetten voor bioterreur. Er waren ook van die geruchten dat het de COVID-19 ook was geprogrammeerd. Dus het zit er weer meerdere kanten aan. Ja, die term biohacking is nou een paar keer genoemd. En dat is natuurlijk ook interessant. Biohacking, ik denk dat het woord wel redelijk voor zichzelf spreekt. Maar mensen proberen met allerlei verschillende manieren dan wel hun DNA, dan wel hoe hun lichaam functioneert te veranderen. Volgens mij kun je zelfs je slaappatroon aanpassen door op verschillende manieren te leven en te eten en te werken. Ik denk dat je dat ook wel biohacking mag noemen. Dan gebruik je in principe ook een techniek, al is het geen technologisch product, maar het is wel een vorm van techniek die je gebruikt. En die term democratisering, dus je democratiseert biohacking, je democratiseert de mogelijkheid om je eigen lichaam aan te passen. Nou ja, bioterreur zou natuurlijk inderdaad een van de problemen kunnen zijn. Maar we hebben ook gezien in de afgelopen 10, 20 jaar dat democratisering op zichzelf al problematische dingen kan laten bestaan. Of slechte gevolgen kan hebben. Namelijk, laten we kijken, Facebook bijvoorbeeld. Dat is een soort van democratisering. Internet is een soort van democratisering. Er komen heel veel goede dingen uit. Maar ja, het is op dit moment is het enigszins. Heeft het niet zo'n heel goede rap, laat ik het zo zeggen. En dat brengt me denk ik bij het punt dat elke nieuwe vorm. Kijk, ik ben geen techniek op pessimist. Dat lijkt een beetje alsof ik dit aan het zeggen ben. Maar ik vind al die dingen vind ik super interessant. Zeker dingen zoals Quantified Self, CRISPR. Zodra er een cyborg optie is, dan ben ik er wel bij, denk ik. maar het. We hebben er ook altijd, als je zeker een nieuwe technologie hebt die enorm revolutionair kan zijn, dat dwingt ons als maatschappij om andere manieren van leven of ermee te leven voor te brengen. Dus de democratisering van communicatie of de democratisering van platforms, laat ik het even zo zeggen, maakt dat ons leven anders is. Het overgrote deel van mijn contacten gaat nu via een scherm. Het overdeel van mijn communicatie met de cultuur en met de wereld waar ik in leef gaat via een scherm. En geen neutraal scherm, maar een scherm die voor grotendeels gemaakt is om bepaalde handelingen te laten uitvoeren. Namelijk zoveel mogelijk tijd op het scherm en dergelijke. En in die context is wat ik ook, hoe ik democratisering van biohacking ook zou willen plaatsen. Namelijk, heel veel mensen gaan er enorm coole dingen mee doen. Misschien krijgen we zelfs een open source society van biohacking. Als we met techniek hebben, zou heel cool zijn. Ja, misschien hebben we dat al een beetje. Maar een open source society die kan zeggen, hier heb je een stukje code, voer het maar in. Maar wederom, vanwege al die commerciële belangen, gaan er ook heel veel mensen zijn die erop in gaan spelen op een manier die niet de beste interesses van de consument in oog gaan hebben. Dus democratisering zal ook gepaard moeten gaan met bepaalde vormen van beperking, zou ik zeggen. Wat niet wegneemt dat het biohacking in het algemeen, ik ben benieuwd wat mensen gaan verzinnen. hoe vet zou het zijn als je bepaalde cellen in je lichaam of bepaalde stukken van je DNA gewoon uit kan schakelen. Ik ben bijvoorbeeld een ochtendpersoon, verre weg van ook. Ochtendpersoon. Voor 10 uur moet je niet tegen mij praten. Dat gaat gewoon geheid mis.
Maar stel je voor dat dat te lokaliseren is in een vorm, in een stuk van mijn genetisch materiaal. En dat ik dat kan uitschakelen. Nou, dan wordt mijn leven een stuk beter. Alhoewel, je zou kunnen voorstellen dat misschien, net als met klimaatverandering, toen we al dat spul de lucht in gingen schieten in de industriële revolutie, hadden we ook niet kunnen voorzien dat dat enorm schadelijke gevolgen kon hebben. Dat er mechanismes blootgelegd werden waarvan we toen de tijd geen weet van hadden, waardoor en dat zou met biohacking ook kunnen zijn, dat we dingen gaan blootleggen waarvan we dachten, oh wacht, daarom zit die beperking er. En het is eigenlijk helemaal geen beperking, het is een noodzakelijk iets voor mij om te kunnen functioneren op de manier zoals ik functioneer. Ja, nee, wel interessant in dat, als ik nog kan reageren. Ja, tuurlijk, sorry, ik was even aan het ratelen, ja. Nee, ik vind het wel leuk dat het inderdaad meer een gesprek is dan een interview. Want als je het hebt over optimaliseren, kan me ook herinneren, we weten ook dat sikkelcelanemie is een aandoening. Dat je bloedcellen niet mooi rond zijn, maar in de vorm van een sikkel, daar komt het eigenlijk vandaan. Het komt ook heel veel voor bij mensen onder de Sahara. Dus het is wel een groot probleem. En dat heb je al op het moment dat je twee allelen hebt. Dus dan je hebt die basiscode. En als je dan twee hebt, dan heb je eigenlijk pech, zou je kunnen zeggen. En dan denk je van, nou, waarom is dat er dan? Maar het blijkt als je één van beide hebt, wat eigenlijk nog meer voorkomt, dan ben je beter beschermd tegen bepaalde vormen van malaria. Dus dat vind ik wel een mooi voorbeeld van, ja, stel je voor dat we dat allemaal eruit gaan halen, dan gooi je misschien het kind met het badwater weg. Ja. Dus het is... en ook wat anders, wat ik wel interessant vond, wat je zei, en dat raakt ook al een beetje aan die... ik ben wel geïnspireerd of gevormd door... ik ben niet opgeleid zoals jij, maar ik heb veel van Peter Paul Verbeek gelezen van de Universiteit van Twente. Ja. En wat hij schrijft en vertelt over technologieethiek. Dat het inderdaad heel lastig is dat je als ingenieur of ontwerper of als wetenschapper vooraf ideeën hebt over... Nou, als deze techniek er is, dan gaan we dit ermee doen en dat niet. Maar je ziet toch heel vaak op het moment dat het dan echt in wordt gebruikt door mensen, dan gaan die het ook op andere manieren gebruiken dan je had voorzien. Gaan er misschien dingen ontstaan die je totaal niet met wat voor creativiteit dan ook had kunnen bedenken. Ja, ja. En dat vind ik wel lastig hoor. Dus aan de ene kant ben ik ook juist niet van moeten dan alles tegenhouden of zo. Want die technologie en die vooruitgang is ook wat zorgt tot dat we nu zo een gesprek kunnen hebben en dat soort dingen. Maar ja, je hebt ook wel gelijk van ja, misschien openen we ook wel Pandora's box. En gaat het heel slecht volgens afgelopen. Ja, ja. Ja. Nee, en ook dat wil ik nou zeggen. Ik ben het met je eens dat er is bijna een imperatief om te zeggen, we gaan om wel nieuwe dingen te ontdekken en wel technologie verder te brengen. Ik denk dat echt wel. Ja, ik zou dat niet voor pleiten om dat niet te doen, om dat tegen te houden. Want daarmee limiteer je de menselijke mogelijkheid, daarmee limiteer je creativiteit. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, op het moment dat we in huizen gingen wonen, zijn we ook onze vacht kwijtgeraakt zijn we ook niet meer bestand geworden tegen het weer. Nou ja, ik denk dat je dan wel kan, zou je dan willen zeggen dat we dan geen huis hadden moeten bouwen, omdat we nu niet meer bestand zijn tegen, het is overduidelijk beter om niet bestand zijn tegen het weer, maar wel huizen te hebben, dan om, ja. Dus het is ook niet zo dat we, ja, we moeten geen enkele natuurlijke eigenschap die we hebben voor altijd maar koesteren. Het is ook denk ik een bepaalde status quo bias waar we niet in moeten vallen. Maar dat we dingen inherent kapot zouden kunnen maken, is ook een gevaar waar we denk ik mee moeten leven. Maar dat is denk ik een gevaar van überhaupt leven. Dus ook van elke nieuwe technologische ontwikkeling. Waar ik wel, denk ik, meer kritisch tegenover ben, is dat de verbetering van mens bij veel van het quantified self society groepen, het is niet echt een society, gedefinieerd wordt in kwantitatieve dingen. Dus slaap optimaliseren, voedsel optimaliseren, calorie optimaliseren. Terwijl er ook denk ik heel veel dingen zijn in het leven die je niet per se kan kwantificeren. Of per se zou moeten willen kwantificeren. Ik zou niet weten wat namelijk een meer intens gevoel van geluk zou zijn. Wat ik Nick Bostrom dus wel eens heb willen zeggen. Ik kan me daar niet echt een voorstelling van maken. Uh, ik,
Ik ken alleen maar het meest intense gevoel van geluk van wat ik heb. Ja, ik kan me conceptueel een voorstelling van maken. Oeh, dat zou misschien nog meer kunnen zijn. Maar is dat überhaupt een ding? Ik weet niet of je daar misschien al ideeën over hebt. Ja, leuke vraag. Nick Bostrom is inderdaad wel een bekende professor, filosoof van de Universiteit van Oxford. Mm. Volgens mij doet het tegenwoordig meer rondom kunstmatige intelligentie. En heeft ze ook zo'n boek geschreven, Super Intelligence. Dat staat bij mij nog ergens in de kast, omdat ik denk... Nou, trouwens, nog wel een opmerking over maken. Dat een van de redenen dat ik het boek Supermens ook heb geschreven, is dat er vaak als we nadenken over de toekomst, dan gaat het heel veel over kunstmatige intelligentie. Ook wel terecht hoor. En dat, wat heb je nou? GTP3 en zelfrijdende auto's en cryptovaluta, dat soort dingen. En terwijl ik daar juist vind, en dat heb ik niet zelf bedacht, maar professor Michael Bess heeft dat gezegd van... Het is heel erg onwaarschijnlijk dat we die vooruitgang in wetenschap en technologie alleen gebruiken om ons voor de wereld om ons heen. Maar dat we het ook op onszelf gaan toepassen. Dat we onszelf gaan veranderen, aanpassen. Dus dat is een belangrijke invlieger die ik nog even had bij toen ik het begon over superintelligentie. Maar dat is, hij heeft inderdaad eerder een stuk geschreven over wat je merkt. En dat raakt denk ik ook wel meer richting het transhumanisme. Dus ik zie het eigenlijk wel meer soort van biohackings en dingen die we nu al doen of nu al worden gedaan. Misschien een beetje door freaks en weirdos. En het transhumanisme, dat gaat eigenlijk nog een stap verder. En dan gaat het over van ja, we hebben echt een menselijk lichaam nog nodig. En dat beperkt ons qua hoe oud we worden. En misschien wel precies wat jij zegt, ons geluksgevoel. En wat ik wel aardig vind aan zijn stelling... Iets dat ik merk als het gaat om transhumanisme in een academische setting, dat eigenlijk de common sense, of zeg ja, de grote gemene deler is mensen die daar tegen zijn. Juist vanuit, ook vaak wordt dan verwezen naar menselijke waardigheid en dat moeten we niet willen aanpassen. En wat ik wel interessant vind aan de stelling van Bostrom is dat hij inderdaad zegt van ja, misschien kunnen we wel streven naar nieuwe vormen van geluk of nieuwe vormen van inlevingsvermogen of nieuwe hele... ik vind het wel moeilijk, maar dat komt door mijn primitieve brein zeg maar goed over na te denken. Ja. Maar ik vind het als gedachte-experiment wel goed om niet per se uit te gaan van oké, wat we nu hebben is gewoon een maximum. Misschien zijn er wel nieuwe vormen van geluk of intensiteit of andere emoties mogelijk. Maar aan de andere kant, en dan raak ik weer jouw opmerking over kwantiteit zelf, is het wel gevaar, is het de kans groot dat we dat in eerste instantie niet zullen doen. En dat zal ik even uitleggen. Van bijvoorbeeld die bedrijven waar je het eerder ook over had, die zullen zich ook in eerste instantie richten op ideeën en toepassingen die geld opleveren. Mm. En ik denk dat ook de grootste kans is wat geld oplevert, is als jij een bepaalde headset hebt of een implantaat die jou 100 IQ-punten erbij geeft. Waarschijnlijk gaan ze daar meer geld voor vragen en meer voor krijgen, want bedrijven vinden dat ook interessant en misschien landen, dat soort dingen. Dan als zij diezelfde techniek gaan gebruiken voor meer empathie of zo, of meer inlevingsvermogen of meer... Dat inlevingsvermogen, die empathie, dat is ook inderdaad heel moeilijk te meten. Dus ik denk dat het wel met elkaar samenhangt hoor. Dat het quantified zelf gaat heel erg uit van de dingen die je kan meten. Mm. En ik denk dat je dan ook dat eerder wil verbeteren. Maar het is wel lastig met hele belangrijke, denk ik, ook menselijke dingen. Ja, die kunnen we niet meten. Dus misschien zijn we ook niet snel geneigd om dat te willen verbeteren. Terwijl daar misschien wel een goede... goede reden voor is. Ja. Misschien zouden we wel met z'n allen meer moraliteit willen, bijvoorbeeld. Inderdaad, dat is wel een goed punt, want het kan inderdaad zijn dat we op een fundamentele andere manier mens zullen zijn over 1000 jaar dan we nu zijn. Dankzij technologische ontwikkeling en dingen doen die we nu niet kunnen voorstellen. En dat is ook, dat moet eigenlijk is dat ook wel duidelijk, want de manier waarop we nu leven is ook fundamenteel anders dan toen we leefden, toen we geen enkele tools hadden. Ik bedoel, de eerste persoon die door had dat je een steen ook als een wapen kan gebruiken. Nou, de volgende generaties hadden denk ik een heel andere manier van leven dan toen. En daarmee wil ik, en wat ik daarmee zeg is, ik denk dat dat de eerste vormen van technieken zijn. Misschien nog niet technologieën, maar dat is de eerste keer dat een mens een tool gaat gebruiken. En technologieën zijn in principe ook zeer geavanceerde tools. En dat is denk ik ook wel belangrijk om te zeggen dat
dat technologie niet alleen maar een instrument is die wij gebruiken. Het is niet iets wat ik oppak en gebruik om iets te doen. Het is geen neutraal ding, maar het bepaalt ook de manier waarop... Het is ook voor een groot deel bepalend voor de manier waarop we mens zijn en waarop we met elkaar omgaan. Andere voorbeeld wederom, hè. Onze manier van omgaan met elkaar is nu heel anders dan 10 jaar geleden. Alhoewel natuurlijk bepaalde fundamentele dingen hetzelfde blijven. Of wel gelijk blijven. Dus ja, dat technologie echt een fundamenteel verschil kan maken in de manier waarop we de wereld ervaren en ons in de wereld bewegen. Dus dat dat ook kan leiden tot andere vormen van geluk of meer intensieve vormen van geluk die ik me nu niet kan voorstellen. Goed punt. Alleen maar de punten wanneer het gaat om technologie voor meer empathie, technologie voor meer moraliteit. Kijk, empathie en moraliteit zijn niet bepaalde eigenschappen die een persoon heeft, die je op kan dialen. Het zijn bepaalde gegroeide houdingen die in een mens een bepaalde vorm aan kan nemen. Dus dat is denk ik, dat had ik eigenlijk moeten zeggen wat ik bedoel met Bostrom, want hij heeft het ook inderdaad over meer empathie en meer moraliteit. Ik denk niet dat het soort dingen zijn die je kan verhogen door middel van een implantaat en een chip of iets dergelijks. Wat niet wegneemt dat het wel kan verhoogd kan worden door revolutionaire andere manieren van opvoeden of revolutionaire andere manieren van educatie die technologisch gemedieerd kunnen zijn natuurlijk. Want als je bijvoorbeeld, laat ik zeggen, een tool creëert die elke taal 100% naar de andere taal vertaalt, dan is er natuurlijk weer geen barrière meer tussen wat ik onder de Sahara kan leren en wat ik in Nederland kan leren. Ik heb altijd toegang tot dezelfde vorm van dezelfde taal, een taal die ik begrijp namelijk. Ja, ja. Maar tegelijkertijd, dan moet ik weer even denken aan inderdaad het internet wat je net zei. Daar moet ik ook wel eens over nadenken als het gaat over biohacking en biotechnologie. Dat nu ook wel de belofte zo groot is. En misschien ook wel van inderdaad het kan klimaatcrisis misschien oplossen of hongersnoden laten afnemen. Maar volgens mij... ik was er natuurlijk niet helemaal bij de invoering van de ontdekking van het internet. Ik bedoel, ik heb het toen een keer gebruikt toen ik 12 was of zo, voor het eerst. Maar als ik dan terugdenk aan die tijd en daar al wat over lees, was toen ook wel een soort van, ook democratisch, had jij het ook al eerder, democratisch idee van we zijn straks met z'n allen verbonden en dat zorgt voor wereldvrede en een beetje kumbaya, ik ga kort op de bocht natuurlijk. Maar het heeft tegelijkertijd inderdaad ook opgeleverd dat we fake nieuws hebben. En straks deepfake video's dat soort dingen. Dus het is wel, ik weet het nog niet zo goed. Nou, wat het is, kijk, je gebruikt niet in je boek. Dat hoofdstuk niet gelezen, maar daar kunnen we misschien over hebben. Komt hier terug. Er is geen iets wat bestaat wat alles voor ons gaat oplossen. Het is constant werk. Elk nieuwe oplossing brengt nieuwe problemen met zich mee. Dus elke keer dat iemand zegt, daar is een punt, daar komen we en dan is het probleem opgelost, dan is in principe de geschiedenis voorbij, ben ik bij voorbaat al sceptisch tegenover. Ik weet dat dat is Ray Kurzweil trouwens, die ook een voorbeeld van de singularity. Er is op een gegeven moment is er een punt waarin de ontwikkeling van technologie zo snel gaat, en dat zal wel met AI gebeuren, dat de mens het niet meer bij kan houden en dan is eigenlijk alles... Ja, ik weet niet precies wat er dan gebeurt, maar het heeft voor mij allemaal dezelfde structuur als ergens in de toekomst zal de koninkrijk God weer neerdalen. En of dat nou een technologische God is, of een christelijke God, of een spirituele God. Ik denk dat eindpunt van die geschiedenis, dat idee dat er een eindpunt van de geschiedenis is, dat is denk ik deeply flawed. Omdat we het nooit meegemaakt hebben. Dus ik heb geen reden om aan te nemen dat klopt. We dachten ook dat we met de Large Hadron Collider ook alle natuurkundige geheimen gingen ontrafelen. Nou, dat is ook niet helemaal waar, alhoewel we wel veel door geleerd hebben. Aan de andere kant is het ook wel zo dat we polio redelijk uitgeschakeld hebben als ziekte. Maar dat was geen functie van, we hebben nu een tool ontwikkeld en daardoor gaat goed komen. Dat is een functie geweest van hard, hard, hard werken door heel veel mensen. En technologische ontwikkelingen. Dus eigenlijk is het inderdaad van de
ik moest aan denken van The End of History. Dat is natuurlijk ook zo'n boek van Fukuyama. Ja, en die Fukuyama heeft ook een ander boek geschreven over posthumanisme. Dus dat is wel weer wel wel grappig. Waarin hij eigenlijk best wel kritisch is. Ik weet niet of ik hem hier bij me... Nee, hij ligt denk ik beneden. Our Posthuman Future, zoiets. Maar het is wel, ja, het is wel, wel opvallend inderdaad. Dat, en ik weet niet of we dat vooraf kunnen bepalen. Wat jij zegt van inderdaad polio, dan bij wijze van zetten we alles onze schouders eronder en dat lukt dan. Maar ja, en dat doet me ook wel denken aan die moraliteit en inlevingsvermogen. Van dat er inderdaad, denk ik, er is wel natuurlijk een soort van tendens dat technologie, en dat vind ik zelf soms ook wel moeilijk hoor. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Ja, ja. Technologie maakt ons leven ook wel steeds makkelijker. Dus bij wijze van dat je daar binnenkomt en dat de thermostaat alles al heeft geregeld. En dat je naar buiten loopt en dat er daar al een Uber staat. En dat je alle frictie wordt een beetje uit je lichaam, uit je leven gehaald. Ja, ja, ja. Maar als ik aan bij mezelf nadenk, dan denk ik van juist ook wel die, die tegenslag en die frictie, die vorm je, die geef je ook wel weer belangrijke lessen. Die vorm je ook wel weer als persoon. Ja. Ja. Ja, moeten we dat dan moedwillig in de samenleving allerlei obstakels gaan opwerpen of zo? Dat weet ik niet. Ja, dat is een goed punt inderdaad. Ja, inderdaad, die frictie, dat levert groei op en misschien ook wel betekenis. Inderdaad, ga je die frictie niet weghalen dan? Of moet je inderdaad obstakels gaan opwerpen? Mensen zeggen ook wel eens dat de enige mensen die zich zorgen maken over het doel van het leven, mensen zijn die niet bang hoeven te zijn voor hun leven. Dus dan pas wordt het relevant. Als je vrije tijd hebt. Dus als er een frictie al uit je leven weggehaald is. Ja, dat is inderdaad een heel interessant punt. Wat doe je daarmee? Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Het enige wat ik wel weet is dat, wat ik durf te zeggen, ik weet het niet, maar ik durf het te zeggen, dat namelijk een frictieloos bestaan, dat gaan we niet halen. Dus het is denk ik heel goed om juist frictie weg te halen die geen doel heeft. Dus een van de dingen die we doen trouwens, we doen namelijk wel zelf frictie opwerpen in ons leven, namelijk we gaan sporten. In een wereld waarin we niet lichamelijk actief hoeven zijn de hele dag. En dus tijd hebben om sport, dus frictie, als plezier te ervaren. Dus we doen het wel al een beetje. De vraag is denk ik meer van, ga je naar de toekomst toe zeggen, ja, bepaalde vormen van frictie in je leven kun je het beste laten staan en andere niet. Ja, 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 dat is een soort van double bind waar we in zitten. Wat inderdaad een heel lastige vraag is. Ik denk dat vooral creatieve geesten hun ding moeten laten doen. En als dat leidt naar inderdaad een wereld met Ubers en minder frictie, dan moeten we dat toelaten en moeten we zorgen dat we de juiste Stiegler noemt dat therapieën. Elke nieuwe technologie heeft elke nieuwe technologische verandering, dus niet elke technologie brengt echt verandering met zich mee, vereist een vorm van therapie. Dus we moeten ermee leren omgaan. De gig economy is denk ik een vorm van een technologische ontwikkeling waar we echt een vorm van therapie nodig voor hebben. En die therapie kan zijn dat je bepaalde manieren hebt van ermee omgaan, persoonlijk. Het kan zijn dat je bepaalde beleid moet maken. Het kan zijn dat je het volledig moet, echt volledig moet gewoon verbieden. Maar dat je er iets mee doet, dat die ontwikkeling eigenlijk van je vraagt van, je opwerpt om daar iets aan te doen en de verantwoordelijkheid voor te nemen, dat is denk ik evident. Maar de vraag eigenlijk nog steeds van, ja, wat doe je met die frictie? Want die frictie geeft tegelijkertijd, ja, misschien moeten we gewoon de mens herdefiniëren als datgene die de frictie in zijn leven overstijgt. Dat geeft betekenis aan ons leven, om frictie te overstijgen. Ja, ja. Nou ja, dat is het. Ja, ik ik moet oppassen dat ik me op glad ijs begeef, maar dus op het eerste oog zit er, als niet filosoof of niet ethicus, maar op het eerste oog zit daar zeker wel wat in. En volgens mij heeft ook, ik was een tijdje geleden bij een webinar van haar, van Mirjam Rasch, die heeft ook ik hoop dat ik haar achternaam goed uitspreek, ook een boek geschreven, Frictie. Die zich ook een beetje inderdaad kritisch is over het alsmaar wegnemen van obstakels in ons leven en... Dat staat ook wel voor inderdaad een bredere trend, denk ik. Waarin niet alleen voor ons in ons lichaam, maar ook
En je hoort ook van die termen dat ook voor kinderen die nu opgroeien, dat die ook weer meer worden beschermd dan vroeger. Nou, kan ik niet zo goed beoordelen. Maar dat, ja, ik denk dat het allemaal wel dingen zijn die met elkaar samenhangen. Misschien ook wel tijdsgeest die daarin meespeelt. Dus, ja, ik denk dat we aan het leren zijn dat... kijk, we hebben natuurlijk heel veel... We leefden altijd vroeger met heel veel plichten. In de zin van, we moesten heel veel doen om ons leven in stand te houden. En die zijn grotendeels weggevallen. Maar er is niet echt iets voor in de plaats gekomen. Want mensen denken heel belangrijk vinden is verantwoordelijkheid. Ergens verantwoordelijk voor zijn. Mensen zijn daar, worden daar heel blij van, denk ik. Tenminste, ik weet dat bij mij heel goed heeft gewerkt. Zeker als middelbare scholier. Ik was namelijk een heel lastig kind op de middelbare school. Maar zodra ik de verantwoordelijkheid kreeg over de rest van de klas stilhouden... Dan deed ik dat ook wel. Dan nam ik die verantwoordelijkheid ook wel. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel als thema hebben. Van ja, wat moet ik nou met mijn leven? Welke impact ga ik nou hebben op de wereld? Hè? We willen allemaal impact maken. Komt eigenlijk neer op verantwoordelijkheid hebben voor iets. En nu zijn we wel... Verschil kunnen maken. En nu zijn we natuurlijk wel heel veel aan het afdwalen. Maar ik denk wel dat het relevant is. Ik denk wel dat het relevant is voor technologische ontwikkeling. Maar die vragen ook een bepaalde verantwoordelijkheid van ons. Als individu en als samenleving. Ja, nee, dat is... Je moet vaak terugdenken aan een beetje obligate quote. Want die is van Spider-Man. Of de oom van Spider-Man. With great powers come great responsibility. Maar ja, wat mij betreft klopt dat wel inderdaad. Wat hoop je dat het boek gaat bereiken? Een van de belangrijke punten die is wat ik net zei. Dat als mensen die het lezen erover nadenken, zich realiseren van ja, technologie is niet alleen iets wat gewoon buiten mij speelt. Maar dat daadwerkelijk impact heeft op mijn eigen leven, op mijn eigen lichaam. Maar misschien op de... Deze van mijn kinderen, ouders, ook misschien op mijn werk. Ik vind dat een heel belangrijk punt. Waarom? En iets anders wat ik wel belangrijk vind is dat technologie ook heel abstract kan voelen. Dus dat was wel een opdracht die ik heb meegekregen van de uitgever voor dit boek. Want ik heb eerder een boek geschreven en dat hij zei, uitgever Evert, van ja, dat... voelt hem, dat was wel met hem eens toen ik het later weer teruglas, want het voelt wel een beetje schools en een beetje droog en het was meer, nou, dit is genetische modificatie, zo werkt het. Je had het gewoon te duidelijk uitgelegd. Ja, misschien wel, maar het was ook wel een beetje gordroog is een beetje overdreven, maar misschien wel een beetje saai. Dus bij dit boek ben ik echt wel meer op zoek gegaan naar de verhalen erbij en dat je echt merkt van, voor mij in ieder geval ging ook bijvoorbeeld een exoskelet ging veel meer leven, omdat ik dan Danny Jager heb gesproken die een dwarslesie heeft en met zo'n exoskelet weer bepaalde dingen kan doen. En de hoop die hij heeft en de wensen die hij heeft. Of, ik heb een meneer gesproken, Hans Karis, hij woont in Nederweert in Limburg. En die kreeg op zijn 52e kreeg die ook de diagnose van de ziekte van Parkinson. En Parkinson zelf kunnen ze nog niet goed behandelen, maar je hebt in grote lijnen drie soorten methode om eigenlijk de symptomen te onderdrukken. Dus veel mensen met Parkinson hebben tremoren van die trillingen, oncontroleerbare trillingen. En een van die methoden is een deep brain stimulation. Dus wordt echt een naald bij een bepaald hersengebied ingebracht en dan komt een klein pulsje op. En als ik zo met hem sprak, kon ik wel gewoon zien wat hij daaraan heeft. En wat hij er, wat voor... vooruitgang en in de kwaliteit van leven hem dat biedt. Maar tegelijkertijd sprak ik ook met hem en zei hij van ja, ik ken ook mensen die dat hebben gedaan en hele hoge verwachtingen hebben. Een soort van ik krijg dat en ik ben weer mijn oude zelf. En dat is ook weer niet zo. Dus volgens mij is dat juist ook dat technologie voor mij in al die methoden meer zijn gaan leven door alle verhalen die ik heb opgetekend. Dus dat zou eigenlijk het tweede punt zijn. Ja, mooi. Dus het is niet een verandering die ergens ver weg van mijn bed gebeurt, maar er zijn echt daadwerkelijk mensen in deze wereld die dat echt nodig hebben. Die technologische ontwikkeling ook echt nodig hebben om hun leven weer op te pakken. Ja, en ook soms weer niet. Dus dat is eigenlijk een bruggetje naar het derde, denk ik. Dat ik ook verhalen heb waarvan ik zelf denk van ja, moeten we dat wel willen? Dus ik heb een verhaal over Roman, dat is een man uit Moskou. En die is heel veel bezig met de ontwikkeling van chatbots en zijn vriendin ook.
En op een dag wordt hij aangereden en overlijdt hij. En zijn vriendin, die heeft zoiets van, nou ja, de begrafenis of een fotoboek of de herinnering, dat voldoet niet. En dan besluit ze, een beetje net als een Black Mirror aflevering, dit is een eentje over gemaakt, om eigenlijk alle chatberichten die zij met hem heeft gehad en alle social media die hij heeft getypt, om dat te voeden aan die chatbot. En dus dat het een soort van virtuele replica is van hem, terwijl hij is overleden. En zij vindt dat ook, voor haar werkt dat. De moeder van die roman, die is er eigenlijk ook wel blij mee. Die zegt van, ik leer mijn zoon op een andere manier kennen. Wow. Maar die vader moet er bijvoorbeeld niks van hebben. En mijn eerste reactie is ook van, ja, moeten we dat soort dingen eigenlijk wel willen? Ja. Dus ik hoop ook dat mensen die het boek lezen denken van, ja, misschien moeten we dit niet willen. Maar dat we in ieder geval dan, dat je daar dan met elkaar over kan hebben aan de telefoon. Of zoals nu. Ja, dat vind ik wel. Wauw, is het een overtuigende chatbot? Dat vraag ik me dan altijd af. Volgens mij waren een aantal van zijn vrienden die wel wisten dat het natuurlijk een chatbot was. Niet dat hij weer tot leven was gewekt. Een aantal die vonden het niet zo goed werken. Maar ik denk wel, want dat is ook een verhaal van 2 jaar geleden of zo, dat met die vorderingen op dat gebied van kunstmatige intelligentie, dat misschien toch wel snel richting zo'n Turing-test kan komen. En ja, misschien wordt zo'n chatbot dan wel overtuigend. Nou. En hebben we dan een hele groep mensen. Maar aan de andere kant zou je kunnen denken van, als we nou, ja, ik lees nu een science fiction boek dat daar een beetje over gaat, Hyperion. Wat nou als we dan Einstein weer digitaal tot leven zouden kunnen wekken en hem dan de vraag kunnen stellen over de klimaat. Dus dat soort dingen denk ik dan ook weer. Ja, maar, ja, dat, over de Turing-test gesproken. GPT-3 had je het eerder over. Dat is een taalverwerkingsalgoritme die heel overtuigend teksten kan schrijven, voor de mensen die het niet weten. Je kan daar één zin schrijven over een onderwerp en die maakt gewoon een heel overtuigend stuk tekst. Die bijna niet te onderscheiden is van niet geschreven door mens. Tenzij je echt heel goed gaat kijken, kun je vaak nog wel inconsistenties of tegenspraken zien. Maar het is heel, heel apart. En het kan ook heel veel toepassingen hebben. Namelijk, je kan daarmee bijvoorbeeld, iemand had daar iets van gemaakt. Je kan daar dingen door laten designen, door alleen maar te schrijven wat je wilt. Dus dan hoef je eigenlijk geen code meer te hebben om dingen te coderen. Want als hij de tekst kan reproduceren, kan hij ook begrijpen wat er in de tekst staat. Of tenminste zover begrijpen dat hij en design ervan kan maken. Maar een aantal weken heeft die een GPT-3-bot op Reddit, de subreddit Ask Reddit gezeten. En die heeft allemaal vragen zitten beantwoorden van mensen. En iemand is er pas achtergekomen dat het een bot is, omdat hij opmerkte dat één gebruiker in heel korte tijd op heel veel vragen reageerde met hele lappen tekst. En is dan toen gaan kijken en heeft een aantal inconsistenties in de tekst of tegenspraken in de tekst gevonden. En heeft, voor de rest weet ik niet meer hoe hij dan de conclusie heeft gemaakt dat het een GPT-3 bot is, maar uiteindelijk bleek het inderdaad een bot te zijn. Dus die Turing-test, ja, die uncanny valley, zoals het ook wel eens heet als visueel is, ja, daar zijn we heel snel overheen aan het gaan, denk ik. En ja, zeker ook met deepfakes en dergelijke. En ja, vind je dat beangstigend? Over deepfakes, ja, bijvoorbeeld. Ja en nee. Dus ik moet zeggen, kunstmatige intelligentie en dat deep learning, machine learning en zo vind ik allemaal heel interessant. Maar het is ook niet mijn expertisegebied. Maar met het schrijven van het boek heb ik er wel over nagedacht van, dat ik heb het de hele tijd over het mens, het transhumanisme, het supermens. Het gaat de hele tijd over de mens, maar ja, misschien wat ook Bustrum en Elon Musk en Kurzweil allemaal zeggen van, ja, op een gegeven moment. En ik heb laatst ook een interessant boek gelezen van James Lovelock, die ook zegt van, na het Anthropocene gaan we over naar Novaceen, waarin eigenlijk kunstmatige intelligentie de volgende levensvorm is. Want we zijn natuurlijk na 13 biljoen jaar geleden dat het universum ontstond. Toen hadden we eerst natuurlijk atomen, moleculen, enkelcellige organismen. Die gingen samen klonteren. Nou, wij zitten nog steeds in dat stadium. En dat elke fase die bouwt ook weer voort op de complexiteit van de vorige. Dus het zou best wel kunnen zijn dat wij inderdaad ook weer een, wij zijn niet, wat jij zegt, we zijn niet het einde van de geschiedenis. En waarschijnlijk zijn we ook niet het einde van de evolutie. Mm-hmm. Hoop ik tenminste dan. dat de volgende stap inderdaad is dat we dat wij de moeder zijn en de kraamverzorgster van de volgende evolutionaire levensvorm, dat nou kunstmatige intelligentie.
Maar of, daar is ook weer heel veel debat over, hè? Of dat nou echt zo is, of dat dat onzin is. Of, dus dat vind ik wel lastig, maar ik vind wel, die fakes vind ik aan de ene kant heel fascinerend. Ik ben er voor mijn eigen werk wel eens over aan nadenken, want ik doe natuurlijk veel lezingen. Ja, je wordt niet rijk van het schrijven van een boek, maar ik geef er veel lezingen en presentaties en webinars. En, daar word je wel rijk van. Ja, nou, wel rijker dan het schrijven van het boek. Maar ik denk wel, nou, in de misschien is het zo dat ik in de toekomst, dat ik ook word weggeconcureerd door een avatar van mezelf of zo. Die dan ook dit gesprek zou kunnen voeren of zo met jou. Ja, ja. Misschien is dat dan ook wel een AI van jou. Dan heb ik liever een avatar van mij die honderden gesprekken tegelijkertijd kan voeren. Ja, precies. Ja. Dus, maar tegelijkertijd merk ik dan bij mezelf zo'n reflex dat ik denk van, oh ja. Ik ga dan eerder uit van een negatieve, inderdaad. Terwijl dat ook niet helemaal terecht is. Dus ik ben daar nog niet helemaal over uit. Hoe zei jij daarin? Ja, ik ben daar. Ja, misschien ben ik er te optimistisch in, maar ik heb ik denk, ja, deepfakes inderdaad lijken heel overtuigend. Of zijn heel overtuigend. Er gaan nog overtuigender worden, natuurlijk. Maar we kunnen daar redelijke tools en omgangsvormen voor ontwikkelen die dat wel tegengaan. Namelijk, met tekst is het nu ook zo dat iedereen eigenlijk alles kan schrijven wat hij wilt. Maar ja, we kunnen gewoon aan een bron checken of dat ook wel klopt of niet. En ik denk dat bij deepfakes, het wordt dan wel een stuk intenser en het heeft ook meer effect. En het zal denk ik wel nog meer negatieve gevolgen hebben voor hoe conversaties en fake news zich verspreiden. En we zullen denk ik heel vaak bezig zijn met, is deze filmpje nou echt of niet? Maar de stap vervolgens, dat we het uiteindelijk niet meer kunnen onderscheiden van elkaar, of dat we niet meer kunnen traceren wat nou wel en niet echt is. Ja, nu ik dit aan het zeggen ben ik eigenlijk bijna van mening aan het veranderen. Want ik realiseer me ook dat we met fake news. Kijk, fake news is niet het punt dat het nepnieuws is. Of dat het nieuws is wat niet bestaat. Maar dat het nepnieuws is in de zin dat we eigenlijk niet meer echt kunnen achterhalen wat nou de waarheid is en wat niet. Dus, en dat het ook bijna niet meer relevant wordt. Dus deepfake zou er dan toch wel misschien moet ik er toch banger voor zijn dan ik er nu toe over geweest ben. En wat ook wel een ding is het is ook altijd heel veel speculeren wat nou mogelijk is. Kijk, zo'n avatar inderdaad, het lijkt in de lijn van verwachtingen, als ik het ver genoeg doorvoer, dat een avatar dan echt mij kan zijn en ook mijn creativiteit kan naar boven jouw creativiteit. Maar ja, ik weet niet of een avatar in het midden van zijn zin kan denken, oh wacht, misschien moet ik er toch anders over nadenken dan ik tot nu toe gedacht heb. Ja, dat is wel een goeie. Of dat ze dat ook aanleren en dat af en toe ook doen, want ze weten dat Chat dat af en toe doet. Halverwege zijn zin van mening verandert. Nu, dit is het moment om te veranderen, ja. Ja, dan kun je de vraag gaan stellen, wie ben jij nou echt? Ben je die avatar of ben je de persoon in het lichaam? Want die avatar is veel vaker jij dan jij bent. Want die staat natuurlijk aan, die slaapt niet. Nee, precies. Die kent jou nog. Ja. Dus dan kom je bij hele. En daar hebben eerdere filosofen wel ook hele interessante dingen over gezegd. Van wie ben je nou daadwerkelijk en hoe weet je dat je bestaat? En ja, dat komt natuurlijk meer op jouw expertisegebied. Maar dus ik vind het interessant dat soort nieuwe dingen en oude dingen elkaar dan ook wel weer raken. Ja, zeker. We kunnen nog heel veel leren van de problemen die mensen hebben geprobeerd op te lossen van 2000 jaar geleden. Denk zeker, ja. Ja. We hebben het nu ook een paar keer transhumanisme genoemd. Misschien moet je dat daar het even kort over hebben, want dat is denk ik, Supermens verwijst denk ik naar de transhumanistische beweging. Ja, transhumanisme is een beweging, dus het is niet echt een vastomlijnde vereniging of club of dat soort dingen. Het is een beweging van mensen die erin geloven dat we nu door wetenschap en technologie onze biologische grenzen kunnen doorbreken. Wat ik wel aardig grappig vind is dat, ik heb ook het boek Brave New World gelezen natuurlijk van Aldous Huxley, maar dat zijn broer Julian Huxley, die heeft eigenlijk voor het eerst de term transhumanisme ook gedefinieerd in 1957. Maar wat ik interessant vind is dat het eigenlijk dus, het zijn mensen die zich transhumanist noemen of niet transhumanist, maar dat het ook wel weer gepaard gaat eigenlijk met andere ideologieën. Dus je hebt een democratisch transhumanisme, maar je hebt ook inderdaad het singularitarisme, dus dat je
dat kunstmatige intelligentie alles overneemt. Je hebt ook het christelijk transhumanisme of het boeddhistisch transhumanisme. Dus het wordt allemaal ook wel weer een beetje verminkt met andere ideologieën. Maar de basis er eigenlijk achter is dat het... dat we nu door wetenschap en technologie veel ouder kunnen worden dan de biologische grenzen die ons zijn gesteld. Of veel intelligenter of veel krachtiger. En maar wat ik wel interessant vind over aan het transhumanisme is dat het voor mijn gevoel altijd wel gaat over ontwikkeling en toekomst. Terwijl 100 jaar geleden zou je kunnen zeggen van als een mens zou kunnen vliegen, is dat klinkt wel een beetje transhumanistisch. En tegenwoordig doen we dat natuurlijk ook, maar dan op een hele andere manier, in vliegtuigen, niet dat we zelf kunnen vliegen. Ja. Dus dat transhumanisme is voor mijn gevoel altijd wel iets in de toekomst. En het gaat wel heel erg uit inderdaad vanuit de menselijke biologie. Dat we dat nu echt daadwerkelijk kunnen overstijgen. Voorbij aan kunnen gaan. Ja, voorbij de mens. En heel veel mensen denken inderdaad dat het te maken heeft ook met die ideeën van Nietzsche. En transhumanisten die leuren daar ook wel eens mee. Met dat Nietzsche eigenlijk ook al een transhumanist was. Maar dat is niet zo. Dat heeft inderdaad meer mee te maken dat... Moet jij me herstellen als ik het niet goed formuleer, hoor. Maar dan Nietzsche, dat idee van de ubermens ging er ook meer over van iemand die voor zichzelf denkt. Ja. En niet die, zeg maar, wordt meegeleurd met de collectieve meningen. Ja, de ubermens was voor Nietzsche was meer een doel wat de mensheid zichzelf kan stellen. Het was niet zozeer, een persoon kan het ook, maar het was meer als mensheid geheel, waarin we, dat is gerelateerd aan een uitspraak, God is dood. Nou, dat betekent niet dat God niet meer bestaat, of dat er niemand meer gelooft in God, maar dat God niet meer de bron van betekenis kan zijn. Dat zijn we eigenlijk verloren. Het is heel moeilijk voor ons om zo'n samenleving te hebben, voor te stellen waar eigenlijk God de bron van betekenis is. En op het moment dat Nietzsche dat zegt, dan zijn eigenlijk twee opties. Nihilisme, niks is zinvol. Of wij creëren onze eigen waarde. En wij tegelijkertijd dus ook nemen we verantwoordelijkheid voor die waarde. En dat dus inderdaad, je zegt inderdaad goed. De ubermensch van Nietzsche is niet zozeer een mens met meer capaciteit. Of een mens met meer levensjaren. Maar een mens die het leven omarmt op de manier zoals die is. Daar verantwoordelijkheid voor neemt. En breekt uit die slavenmoraal. Dat is wel een thema bij Nietzsche. Dat het christendom is volgens hem een slavenmoraal, waarbij de zwakker in de samenleving de juiste moraal toekennen, terwijl het eigenlijk de echte krijgers, degene die overwinnen en het leven toelachen met alle slechte en goede dingen die erin zitten, de echte krijgersmoraal moraal hebben. Dus inderdaad, dus dat die verbinding van Nietzsche met transhumanisme, je kan dat doen natuurlijk. Je kan zeggen, Nietzsche, we gebruiken Nietzsche om ons te inspireren, maar Nietzsche's ubermensch heeft niks te maken met jezelf verbeteren, want het gaat erom, waarom gaat dus je eigen waarde creëren en verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar het is wel interessant om, en daar hebben we het eerder in dit gesprek ook al over gehad, dat het eigenlijk dat idee van die ubermens, maar met name dan de intermens, dat dat wel weer is gekaapt voor ideologische doeleinden met eugenetica en de nazi's. Dus dat, daar zie je eigenlijk alweer die ideeën, ik wou zeggen technologieën, maar meer ideeën die dan ook worden gebruikt voor een ander doel. Ja, dat is interessant inderdaad. Ja, een untermensch inderdaad, dat was bij de nazi's natuurlijk. Nietzsche had zelf geen untermensch. Die had niet, als je hem leest, dan kun je er wel een untermensch inlezen, maar dat was niet, de manier waarop, zeker niet, het was ook geen eugenetisch project wat hij had. Bedacht. Het was niet dat hij eugenetica wilde toepassen. Het ging echt erom de mens die zijn eigen waarde gaat creëren. En het was ook iets in de toekomst. En het was ook vooral iets wat als de mensheid als geheel zou kunnen bereiken. Niet zozeer wat één persoon in zijn eentje kon bereiken. Ja, precies. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd als hij nu weer virtueel door leven komt, wat hij dan zou denken. Van hebben we het dan bereikt of niet? Ik denk van niet. Maar... Nee, ik denk het zeker ook niet. En waarom dan niet? Dat is dan natuurlijk de volgende vraag. Waarom hebben we het nog niet bereikt? Omdat we vooral... Ik denk dat de wereld waar we in leven is meer nihilistisch dan dat het zijn eigen waarde heeft.
een van de grootste problemen is denk ik een gebrek aan betekenis en gebrek aan, aan eigen waarden, wat heel veel mensen voelen. Maar ja, of dat specifiek voor onze tijd is, of dat eigenlijk altijd al bestaan, nee, dat zou ik niet durven te zeggen. Nee, dat weet ik ook niet, nee. Goed, we hebben echt superveel besproken. Ik denk dat we nog heel lang kunnen doorgaan. Maar mijn vragen zijn in ieder geval op. Zijn er nog dingen die jij zou willen bespreken? Of dingen die, waarvan je vindt dat het echt, echt duidelijk moet worden? Jeetje, wacht, ik kijk nog even, speak ik nog even door mijn, door mijn inhoudsopgave heen. We hebben echt al heel veel geraakt. Eigenlijk volgens mij ook binnen al die drie domeinen. Van, over de ook over inderdaad data en internet en ook hoe zich dat relateert tot biohacking en van technieken die nu worden gebruikt en in de toekomst misschien en ook de ethiek daarvan. Dus ja, nog wel één punt wat ik wil maken is dat ik soms wel de vraag krijg van mensen die kritisch zijn van ja, moeten we dat nou wel willen? En dat vind ik een hele goede vraag, maar ik denk ook wel dat dit soort ontwikkelingen ook in een bepaalde vorm onvermijdbaar zijn. En dat heeft er niet mee te maken dat er ergens een schurk uit een James Bond film is die hiermee bezig is, maar dat het ook autonome processen zijn die op elkaar ingrijpen. Dus wetenschappers zijn bezig om ziektes te verhelpen. Dan heb je mensen zoals die Malakar die ik eerder in het gesprek noemde, die voor zichzelf een beter leven wil. Je hebt de technologiebedrijven die ook weer voor hun aandeelhouders hun winst willen maximaliseren en daardoor weer nieuwe ontdekkingen gaan doen. Dus het is ook wel weer, het grijpt elkaar in. Dus ik denk dat we niet kunnen tegenhouden. En een andere tegenwerping die ik wel eens krijg is van ja, we hebben niet hele andere belangrijkere dingen, crisissen nu mee te maken. Bijvoorbeeld de klimaatcrisis. En daar ben ik het ook wel mee eens. Maar aan de andere kant denk ik ook van, juist al die medische technologieën die komen ook gewoon op ons leven af. Daar moeten politieke leiders nu ook over nadenken. Mensen op scholen. Dus ik denk, ja, ik ben blij dat jij ook zelf, weet jij ook al superveel van busstroom tot Kurzweil tot Nietzsche dan. Dus ik vond het echt wel een gesprek op niveau. Dus misschien heb jij ook al een upgrade of zo. Nice, als superman. Ja, ik vond het zeker leuk. En het is ook een onderwerp waar ik niet met heel veel mensen op zo'n diepgaande manier kan praten. Omdat ja, niet heel veel mensen zitten in de verschillende manieren waarop technologie voortbouwt. En heel veel mensen zitten sowieso al niet in de filosofie erover. Dus ja, zeker. Ik vond het heel leuk om dit op deze manier te doen. Cool. Waar kunnen mensen je boek kopen? Als ze gewoon naar hun lokale boekhandel gaan. Of op bol.com of Amazon kunnen ze een boek kopen. En als ze meer willen weten over wat ik verder doe. Want ik heb ook een podcast waar ik af en toe nog, zoals die John van de Oost die ik net noemde. Dat ik die heb geïnterviewd. Nou, al die dingen kun je vinden op peterjoosten.net. Dus niet .com of .nl, die is al bezet. Maar .peterjoosten.net. Oké, top. Dankjewel Peter. Graag gedaan en bedankt voor je leuke vragen. Graag gedaan.